Ze winnen met 0-4 in Schotland. Ze zijn meteen zo goed als zeker op deelname aan het Europees kampioenschap volgend jaar. Vanmiddag zijn er zonnige periode. De maximale temperatuur wordt best aangenaam bij 16 tot 20 graden. 1 uur. VTM Nieuws. Freek Braakman. Goedendag, welkom. Meneer Reinders wordt dus de nieuwe Europese commissaris voor Justitie. En net heeft de voorzitter van de commissie, Ursula von der Leyen, bekendgemaakt wie welke portefeuille krijgt toegewezen voor de komende 5 jaar. Voor de Franstalige liberalen is dat dus Justitie en dat is voor ons waarnemers geen plekje. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft het bekendgemaakt. De Franstalige liberaal, de heer Reinders, krijgt zoals verwacht de post van Justitie. Daar is hem als advocaat op het lijf geschreven. Al is hij in ons land 20 jaar lang vooral minister van Financiën geweest, maar ook van Buitenlandse Zaken en Defensie. Voor de rest zijn er geen grote verrassingen. Voorzitter Ursula von der Leyen heeft de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans als eerste vicevoorzitter verantwoordelijk voor klimaatbeleid. En de Deense liberale Margrethe Vestager als tweede vicevoorzitter verantwoordelijk voor het digitale beleid. Eerder was al bekend dat de Spaanse socialist Josep Borrell de Europese chef buitenland wordt. Deze Europese commissie is nogal links en von der Leyen's belofte om ook aan vrouwen te denken heeft ze waargemaakt. De Europese commissie telt 26 commissarissen en 1 voorzitter. Er zijn 14 mannen en 13 vrouwen. Er zijn ook 10 sociaaldemocraten, 9 christendemocraten, 6 liberalen, 1 conservatieve commissaris en 1 groene commissaris. Ja, jij was erbij op die verdeling van het maar zeggen van de postfeus. Na de dienaar heeft terug, hè, mag ik Justitie toch een belastingbevoegdheid noemen? Ja, het is een lastige bevoegdheid, het is een zware portefeuille, Freek. Die Reinders zal moeten werken op de samenwerking tussen de rechters in Europa op het vlak van strafrecht en burgerlijk recht. Sinds het verdrag van Lissabon heeft de commissie daar meer verantwoordelijkheid, meer bevoegdheid over dan de lidstaten zelf. Dus daar zal hij moeten werken. En hij zal ook moeten waken over de rechtsstaat van de lidstaten. Als je kijkt hoe het daarmee gesteld is in landen als Hongarije en Polen, waar de rechtsstaat soms echt met de voeten getreden wordt, ja, dan gaat Reinders dat moeten benoemen en gaat moeten wijzen naar die landen. Dan is het daar de vraag hoe de samenwerking zal verlopen met de Tsjechische commissaris Jourova. Dat is de vice-commissaris die boven die Reinders komt te staan. Dus het is maar afwachten hoe die samenwerking op dat vlak zal verlopen. Ja, hij heeft wel goed wat in moeten zeggen. Hij is nog altijd vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie. In ons vak in de manier. Verandert dat nu meteen? Niet meteen, dat loopt voorlopig door. Ook de informateursopdracht van Didier Reinders loopt voorlopig gewoon door. Reinders heeft gezegd dat hij tussentijd wel tijd zal hebben om te blokken voor zijn commissarispost, want dat zal hij echt moeten gaan doen, gaan blokken. Want hij is niet meteen commissaris nu, hij moet eerst nog een examen afleggen voor het Europese parlement. Dat is heus geen sinecure. De commissarissen worden daar echt op de rooster gelegd. En elk jaar zijn er wel commissarissen die niet slagen in dat examen om hun post voorbij moeten laten gaan. Dus het is raar of hij dus voldoende tijd gaat vinden om daarvoor te blokken en of hij zal slagen in dat examen. Dus het is nog geen gelopen koers. Mag hij dan, als het wel goed komt, gewoon zijn ministerskabinet meenemen? Nee, zo verloopt het niet, Freek. Didier Reinders, met zijn bevoegdheid weet, kan wel beginnen nadenken over hoe hij zijn kabinet zal samenstellen. En er zijn eigenlijk een hele reeks regels over. Zo mag een gewone commissaris niet meer dan 16 medewerkers hebben. Het mogen ook geen directe familieleden zijn die een commissaris aanstelt in zijn kabinet. Het moet ook minstens 3 nationaliteiten bevatten, want ja, Reinders zit daar niet als Belg, als het ware. Hij mag niet opnemen voor België, maar hij moet opnemen voor de hele Europese Unie. Vandaar dat ook op vlak van nationaliteiten een evenwicht moet zijn, ook op vlak van geslacht moet een evenwicht zijn. Er is ook een hele ethische code waar Reinders zich aan moeten houden. Zo mag hij bijvoorbeeld geen giften aannemen van meer dan 150 euro. Dan horen die giften van de Europese Commissie en niet de Reinders zelf. Maar hij moet er eerst een doorzitting door voor het Europese opmerking. Bedankt, Jelle. Ter weg van de camera's hebben de 2 grootste partijen in dit land, N-VA en PS, gepraat met elkaar, schrijft het laatste nieuws. Officieel ging het om een gesprek tussen de regionale formateurs, Jan Jambon en Ilie Rupo,
ook Bart de Wever in Franken en Paul Magnet waren aanwezig. Bij aankomst vanmorgen op de Martelaarsplein, de Vlaamse onderhandelingen, hebben de NDA's weinig tijd over het onderhoud met de vaststaande geweest. Is dat contact geweest met enkel PS en NDA? Ik ga alleen maar zeggen dat de federale informateur ons gevraagd heeft om naar de suggestie over de aarde. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga alleen maar zeggen dat de federale informateur ons gevraagd heeft om daar heel discreet over te zijn, om het contract niet moeilijker te maken dan het al is. Kind dat eigenlijk geen donor kind had moeten zijn, daagt de vruchtbaarheidsarts van zijn ouders voor de rechter, de primeur in het land. De arts bevruchtte de moeder destijds met het donorzaad en niet met het zaad van haar man. Het kind, tussen een man van 36, ontdekte dat nog maar kort geleden en is dus naar de rechtbank gestapt. Een opmerkelijke zaak vanmorgen voor de rechtbank van Brugge. Voor het eerst in ons land daagt een donor kind een vruchtbaarheidsarts voor de rechter. Het donorkind is ondertussen een man van 36 jaar. Omdat zijn ouders moeilijk zwanger raakten, stapt ze 37 jaar geleden naar een vruchtbaarheidsarts van het AZ Sint-Jan in Brugge. Ze waren wensouders, ze hadden problemen met vruchtbaarheid. Ze zijn aan de veterinaren, ze hebben een taak, hè. Ze doen ze aan de vrouw, de dokter zegt, hè. Ik heb problemen, ik ga dus naar de vruchtbaarheid te proberen. Tussen de vader natuurlijk en de moeder. De arts van de vrouw dus kunstmatig bevruchtte met het sperma van haar man. Maar in plaats daarvan gebruikte hij sperma van een donor. Jarenlang wisten de ouders en de man zelf niets. Maar onlangs liet hij zijn DNA-onderzoek op omdat hij twijfelde aan zijn afkomst. Voor de eerste twijfels ontstaan altijd in verband met werkelijk. Mijn cliënt heeft altijd opgemerkt dat hij toch wel erg verschillend was van zijn vader qua uiterlijk.